Kijkers van JWTV, een bijzonder goedemorgen en welkom bij deze uitzending. Ja, ik heb toch wel spannend nieuws. In die zin spannend nieuws. Het is vervelend nieuws, maar we gaan het uitleggen. Vorige week zaterdag was er bij Hermes DVS feest op 13 april. De club bestond 135 jaar. En afgelopen maandag 16 april gaf de voorzitter aan per direct te stoppen. Ik zit tegenover Miranda Stemfer. Zij is interim voorzitter. Miranda, wat is er aan de hand? Ja, goedemorgen Jan-Willem. Inderdaad, we hebben zaterdag een geweldig feest gehad. En maandag hadden wij een bestuursvergadering. Jullie weten allemaal, Marinus voorzitter heeft enorm veel voor de verhuizing betekend. Ook een echte doener als voorzitter altijd geweest. En Marinus die... De druk was inmiddels hoog. Dus ik denk dat dat ook het moment was voor hem dat het allemaal iets te veel werd. Ook privéomstandigheden spelen daarbij een rol. En nou, laten we er niet helemaal omdraaien. Er was ook die avond een meningsverschil. Wat misschien iets was wat al langer is opgebouwd. Een verhuizing. Ja, ga je privé verhuizen? Dat geeft ook altijd behoorlijk wat stress. En Marinus heeft altijd aangegeven, na de verhuizing is mijn job gedaan. Dan stop ik ermee. En hij heeft maandag gezegd, ik doe dat eerder. Ik stop er nu mee. Vanuit welke hoedanigheid ben jij ingevallen? Ja, ik ben al 10 jaar penningmeester bij Hermes DVS, onderdeel van het bestuur. Eigenlijk zou ik gaan stoppen per april. Gaandeweg de vergadering afgelopen maandag is met elkaar besloten, hebben eigenlijk mijn medebestuursleden mij gevraagd, zou jij dat niet willen doen, Miranda? Even tijdelijk, ik ga dat tot november doen. En ik heb gezegd, nou, tot november wil ik dat wel doen om even... Rust in de tent. En, Even toch naar de voorzitter toe, de ex-voorzitter nu, Marinus Elenbaas. Met alle egaars wordt hij uitgeluid? Uiteraard zullen we afscheid nemen van Marinus. We gaan nog even kijken op welke manier. Maar wat Marinus natuurlijk betekent heeft voor onze vereniging en voor de verhuizing. Dat pand er staat, dat had er niet zo gestaan zonder Marinus. Dus, en zonder een aantal andere mensen uiteraard ook. Maar Marinus heeft daar een hele belangrijke rol bij gespeeld. Dus hij zal zeker nog zijn dank en afscheid krijgen daarvoor. Nou, dan zijn er nu 2 vacatures ontstaan. Jij bent nu interim voorzitter. Je wordt op 26 april voorgedragen als vicevoorzitter. Maar Hermes DVS zoekt een voorzitter en een penningmeester. Ja, dat klopt. Dus daar gaan we nu rustig naar op zoek. We gaan kijken, wat hebben we nodig als voorzitter? Marinus was een echte doener. Misschien hebben we nu, als het pand het staat allemaal, hebben we een ander soort profiel nodig als voorzitter. Dus daar gaan we op ons gemak naar kijken. En de vacature penningmeester stond al wat langer open. Ik deed het nog wel. Maar een lid van Hermes DVS, Frits, die heeft aangegeven dat hij, dat heb ik hem gevraagd, en die wil die taak op zich nemen, ook tot november. Dus daar zijn we heel blij mee. Wat betekent dit voor de dagelijkse gang van zaken, tot de beslissingen gevallen zijn van de nieuwe vacatures die ingevuld worden? De dagelijkse gang van zaken zullen wij als bestuursleden, we hebben met elkaar gezegd, we zetten de schouders eronder, we verdelen de taken. Marinus heeft aangegeven, lopende projecten wil ik uiteraard nog jullie bij helpen en jullie bij ondersteunen. Contact tussen de secretaris, mijzelf en Marinus is ook prima. Dus wij komen daar wel uit met z'n allen. Daar zitten jullie op een nieuwe locatie. De buurman SVV zit ook op een nieuwe locatie. Daar is ook het nodige aan de hand. Je zou bijna denken dat er op bestuursgebied dat er geen goede hoek is. Nee, dat hebben wij ook al gezegd. Het heeft nog niet veel goeds gebracht voor de vereniging, inderdaad. Ja, misschien dat dingen ook na een hoop stress, dat dingen dan ook ineens naar boven komen. Dat zou natuurlijk kunnen. Doe je hierbij een oproep voor een voorzitter en een penningmeester, Miranda? Ja, zeker. Heel graag. Ja, natuurlijk. Alle geschikte kandidaten zijn van harte welkom. En dat hoeft niet eens per se vanuit de vereniging te zijn. Dus als iemand dat erg leuk lijkt en Hermes een warm hart toedraagt, heel graag. Een nieuwe voorzitter en een nieuwe penningmeester met een blauw-wit hart gevraagd per direct. Hoe komen zij tot jullie? Je kunt altijd eventjes contact opnemen uiteraard met bestuur. En contactadressen staan allemaal op de site. Dankjewel. Dankjewel.